Die internationalen in Bestuurders von der Europäischen Kirmes-Vereinigung kommen nicht zufällig in Antwerpen vergaderen. Sie machen sich Sorgen über die Zukunft der Kermis und nicht in het minst die von Sinccefor in Antwerpen. Denn die Kermistradition in Europa ist über 1200 Jahre alt. Und es kann nicht angehen, dass ohne zwingende Gründe diese Tradition aus den Mauern der Stadt vertrieben wird. Wir wollen natürlich schauen, dass es europäische Richtlinien gibt zum Schutz dieses alten Kulturgutes. Aan die zich natuurlijk dan ook de stad Antwerpen oriënteren zal om ihre kermis te behouden en te schützen. Na de blokkade van de voorkramers in Antwerpen was de relatie met het stadsbestuur helemaal verwaterd. Nu zit een comité van voorkramers opnieuw rond de tafel met de stad. In die sfeer start over drie weken de opbouw voor de Sinse Voor dit jaar. Natuurlijk, er is een speciale gevoel omdat er zo acht. Geweest in, in het verleden. Maar wij, wij moeten voers doen en proberen samen te werken aan de toekomst. De voorkramers wachten voor de organisatie van de editie van volgend jaar op een uitspraak van de Raad van State. Die buigt zich nog over het akkoord dat de stad afsloot met de zes klagers van het Zuid, waarin staat dat de Sinkse Voor vanaf 2015 moet verhuizen van de gedempte Zuiderdokken.